Ik ben Margreet Stuur. Ik vind het heel leuk om u het Zeemuseum te laten zien. Ik ga u een kleine rondleiding geven over wat hier allemaal voor wetenswaardigheden uit de zee te zien zijn. We gaan nu beginnen met wat wij hier het meest hebben, namelijk de schelpdieren. En we hebben hier wel 100.000 soorten schelpen. En we gaan eerst de kant van de weekdieren op. Daar neem ik u mee naartoe. U ziet hier de bekendste soorten schelpdieren. Aan de rechterkant de mossel, een tweekleppige schelp die u waarschijnlijk allemaal wel kent. De mossel ademt door een buisje, haalt eten en voedsel uit het water. Door het buisje komt water naar binnen en via het buisje aan de achterkant komt het water met de afvalstoffen weer naar buiten. Naast de mossel ziet u de zeeslak. Een zeeslak. Wat opvalt, ziet u dat daar ook een buisje zit onder zijn slakkenhuis vandaan. Dat gebruikt hij om water in zijn lijf te laten lopen en daaruit te laten lopen om de zuurstof uit het water te halen via zijn kieuwen. Op zijn achterlijf zit een deurtje wat hij nodig heeft om zijn schelp af te sluiten als hij in de schelp zit, zodat er toch water in het huisje blijft staan. En waardoor hij bij eb, als hij op het droge ligt, toch kan ademen. En verder heeft hij een kop en een slurfachtige mond met rasptanden waarmee hij zijn eten, zijn voedsel van de rotsen kan eten. U ziet hier de inktvissen. Inktvissen zijn ook weekdieren. Aan de rechterkant ziet u de zeekat. Wat u van de zeekat op het strand vaak vindt, dat is een wit, plat, kalkachtig skelet en dat noemen wij zeeschuim. Veel mensen gebruiken dat om het aan hun vogels te geven, omdat het van kalk is, goed voor de botten en fijn voor de snavel voor de vogel. Een bijzondere inktvis is de nautilus. Deze inktvis leeft in een prachtige schelp. Hij zit in de voorkant van de schelp en hij kan niet echt zwemmen, maar hij drijft in het water. En heeft de mogelijkheid om water in en uit de schelp te laten, waardoor hij dieper kan drijven, maar ook minder diep als hij het water eruit laat. Deze inktvis is al miljoenen jaren, zeker 400 miljoen jaar, ziet hij er hetzelfde uit. En naar aanleiding van zijn systeem om water in en uit te laten, heeft men vroeger de duikboot ontwikkeld. Dit is een familie van de nautilus, de papiernautilus of argonaut. U ziet hier de schelp van het vrouwtje. Een mannetje van de argonaut heeft geen schelp. Het vrouwtje gebruikt deze schelp alleen als kraamkamer voor de jongen. Een hele bekende inktvis is zoals u ziet de octopus. Octo betekent acht armen. De octopus heeft geen versteviging in zijn lijf, is helemaal week. Het is een heel schuw dier, maar het is het intelligentste weekdier van alle weekdieren. Hij kan zich goed verschuilen en hij kan ook van kleur veranderen om zich te camoufleren. U ziet hier twee bijzondere soorten weekdieren. Links de zeebissenbet of keverslak, zoals die officieel heet. Hij heeft een harnas van een aantal kalkachtige plaatjes en kan zich oprollen als een egel als er gevaar dreigt. Aan de rechterkant ziet u het dentalium of stoottandje. Deze lijkt op de slagtand van een olifant. Het weekdier ziet u daarin bovenuit komen met zijn vangarmpjes. Van dit dentalium of stoottandje maakte men vroeger kettingen en die ruilde men voor andere goederen. In de tropische zeeën vinden we hele mooie weekdieren. Zoals u kunt zien dat sommige weekdieren een hele mooie mantel hebben. De mantel, dat is het lichaam van de weekdier wat eronder uitkomt als die uit de schelp tevoorschijn komt. Ook zijn er hele giftige weekdieren, zoals de konus, die een giftig pijltje afschiet naar zijn prooi en daarmee de prooi verlamt, dan langzaam naar de prooi toe kruipt en die prooi op zijn gemak kan verorberen.
U ziet hier de allergrootste tweekleppige weekdiersoort, schelpensoort. Dat is de doopvondschelp. Die komt alleen voor bij de koraalriffen in de tropische wateren. Zo'n doopvondschelp kan wel 250 kilo zwaar worden en 1,5 meter groot. Vroeger werd die schelp gebruikt als inderdaad doopvond in de kerk. 1 klep vulde men met wat water en daarmee werden de kinderen gedoopt. In Parijs is er nog 1 te zien in de kerk van de Saint-Sulpice. U ziet hier een heel deel van een koraalrif. Dit hebben we gekregen van de douane van de haven in Rotterdam. Ze hebben dit in beslag genomen van een schip wat daar binnenkwam en ons gevraagd of wij dat wilden hebben, want het is natuurlijk ontzettend leuk om te zien wat er allemaal rond en om het rif leeft. U ziet hier verschillende dieren die het ook als beschutting gebruiken, maar ook als kraamkamer. Het rif is zoals u hier ziet heel bleek. Dat betekent dat de koraalpoliepjes die in het rif leven, die dus kalkhuisjes maken waaruit het rif bestaat, dat die dood zijn. U ziet hier verschillende schelpen, slakkenhuisjes op het koraal zitten. Deze slak heet de flamingotong, genoemd naar de wortel van een tong van een flamingo, de vogel dus. Als de slak naar buiten komt, ziet hij eruit met allerlei stippeltjes. En dat is de mantel van de slak. Als de slak in het huisje zit, dan ziet hij er helemaal egaal uit zonder stippels. Je ziet hier een heremietkreeft. Een heremietkreeft die leeft met zijn weken, zijn achterlijf in een verlaten slakkenhuis. En de zeeanemoon, wat ook een dier is, kan niet zo snel verplaatsen. Wat doet hij dus? Hij gaat op het huisje van de heremietkreeft zitten en kan zo een stuk sneller vooruitkomen. De papegaaivis leeft van algjes die op het koraal zitten. Hij knabbelt er de hele dag aan. En er komt dus heel veel koraal, kalk dus, los van het rif. Vandaar die prachtige mooie witte koraalzandstranden in de tropen. Deze reuze pijlinktvis kan wel 18 meter lang worden. Hij leeft in de diepte van de zee, meer dan 1000 meter onder het wateroppervlak. Men heeft hem nog nooit levend gezien. Het is een heel schuw dier. Maar omdat men verschillende onderdelen, zoals de armen en het oog van de reuze pijlinktvis, in een maag heeft gevonden van een aangespoelde potvis, kan men reconstrueren hoe groot die is. U ziet hier de zeeschildpadden, verschillende soorten. Ze hebben hele mooie schilden. Dat is ook de reden waarom mensen op ze jagen, om daar mooie borstels en doosjes en kammetjes van te maken, wat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. Maar die zeeschildpadden zijn heel kwetsbaar, omdat ze hun poten en hun kop niet onder het schild terug kunnen trekken en vrij langzame zwemmers zijn. Zeeschildpadden zwemmen het hele jaar in de zee. Alleen het vrouwtje van de zeeschildpad komt zo'n 1 keer in de 2 tot 5 jaar op het strand, altijd op hetzelfde strand, en legt dan zo'n 7 nestjes ongeveer van zo'n 120 eieren per nestje. En daar komen dan die kleine schildpadjes uit, waarvan er natuurlijk heel veel opgegeten worden door andere dieren en waarvan er maar heel weinig zo groot worden zoals deze snoekschildpad die u hier ziet. U ziet hier een tand van een megalodon. Dit was een hele grote haaiensoort en deze tand is van 4,5 miljoen jaar geleden, dus u begrijpt wel, dat was een Het was de tijd van de dinosauriërs, waarin je hele grote dieren had. Dit is de kaak waarin deze tanden zaten. En u ziet dat hier wel 8 volwassenen tegelijk in die kaak konden. Dus het moet een enorme grote haai geweest zijn.
ter vergelijking deze kaak van een tegenwoordig levende haai, een mako-haai. En u ziet dat die veel kleiner is en zoals alle dieren tegenwoordig veel kleiner zijn als in die tijd van de dinosauriërs. De rog is familie van de haai, ook een kraakbeenvis. En het bijzondere aan de rog is, zoals u ziet, heeft hij twee gaten achter zijn ogen. En dat zijn de kielgaten. Een haai heeft kieuwen, net als een vis, maar een rog heeft gaten nodig om het zand wat hij met het zoeken van het voedsel langs de zanderige bodem van de zee binnenkrijgt, kwijt te raken. De kreeftachtige, waartoe de krab behoort, aan de rechterkant. Een krab heeft een buikschild. Bij het mannetje is dat driehoekig, bij het vrouwtje rond. Het vrouwtje houdt onder dat ronde schild haar eitjes vast. Een kreeft ziet er eigenlijk net zo uit als een krab, heeft ook scharen en aan beide kanten vier looppoten. Alleen zijn staart steekt achteruit terwijl het bij de krab onder zijn lichaam weggeklapt zit. De beerkreeft heeft, die u daar ziet, heeft verbrede antennes waarmee die de vijand op afstand houdt. Het is een kreeftensoort die eigenlijk alleen bij de koraalriffen voorkomt. Daaronder ziet u de langoest. In Frankrijk wordt die erg veel gegeten. En u ziet dat die geen scharen heeft. Dat is het bijzondere van de langoest. De pareloester kan een parel vormen. Hoe gebeurt dat nou eigenlijk? Het oesterdier gaat parelmoer afzetten met zijn lichaam om een zandkorreltje heen of een parasietje wat de schelp binnen is gedrongen. En zo wordt een parel gevormd. Dit zijn andere parelvormende schelpen, waarvan wij niet eens weten dat ze dat wel kunnen. Maar iedere schelpdier wat parelmoer af kan zetten, kan een parel vormen. En u ziet hier verschillende soorten die dat ook kunnen. Dit is de Strombus gigas, ook een parelmoervormende schelpdier. U ziet die roze binnenkant, dat is zijn parelmoer. Hij vormt dus roze parels. Alleen het bijzondere is dat u heeft niet zoveel aan die parels, want in het daglicht gaan ze verbleken. In de 17e eeuw, toen de VOC-schepen heel veel schelpen meebrachten naar Engeland en ook naar Nederland, kwam er een hele industrie op gang. Vrouwen in Engeland gingen allemaal knopen uit de parelmoerschelpen ponsen. En u ziet hier die hele verzameling. Tegenwoordig zijn de knopen meestal van kunststof. Alleen op hele dure kledingstukken vindt u deze parelmoerknopen nog. De Cypraea moneta, moneta money, geld, werd gebruikt voordat er munten in omloop waren als betaalmiddel. Men kocht daar een kip mee voor 50 van die schelpjes enzovoort enzovoort. Maar ook werd die gebruikt als symbool van de vruchtbaarheid. Zo deze Ethiopische bruid heeft een heel versierd bruidskleed met die Cypraea moneta. In de hoop dat ze heel veel kinderen zal krijgen. Ook andere soorten schelpen werden gebruikt in de kerk als religieuze schelp, als schelp waar men een kameeën uit maakte of als gereedschap, als speelgoed. In ieder geval voor alles en nog wat. Op de zeebodem ontstaan er in de breukvlakken ook geizers. Hier komt het gloeiend hete binnenkant van de aarde, het magma komt naar boven en stolt dan, waardoor men hele grote soort schoorstenen krijgt. Dat magma is wel 360 graden heet en dat koelt meteen af in de diepte van de zee.